kruid, als die bijt wordt, die wordt heel los. Dan moet je alleen maar sturen met je vingers. Kijk, maar dan kan je die ronding daarop maken. Ja, dat weet ik niet, maar jij staat dat ze kies hier en rustiger in het hart. Zo gaat hij scheef. Nee. Ja, daarom dat zeg moet, ik. Volgens mij ga ik nu een beetje scheef. Je moet in de gleuf blijven, dan kan je niet scheef gaan. Ja, dus dat is even de voorslag op het water. Dan kan je ook een beetje zeker in de tijd op de straat zetten. En dus eigenlijk moet je de beitel, die moet je zo vast kunnen houden. Dat klem je niet, hè? Dus dan, dit is een beetje... Oh, dat is goed, want het zit zo te knijpen. Ja, nou ja, want het is ook... Het is weer even allemaal dingen waar je aan moet wennen. Ja, ik Thank you.
me dan een kopje thee. Vrij leven, vrij leven, vrij leven, 100 jaar, 100 jaar alleen. Bert is mij enorm, heeft mij enorm geholpen, dus dat is gewoon... Maar Bert de Ding moet ook nog op de foto. Kom Bert. Gelukkig heeft hij een schoonstukje. Ik val van het plaatje. Kom. Want Bert heeft bijna alles gesneden. Dus... Kerry, Ikan, dat is vis, schoot op. Van verse kikkererwten dus gemaakt of van gedroogde bedoel ik? Frikandel jagoen, een maisballetje. Salade di frutta di mare, dus een zeebanketsalade. Wat komkommer, wat tomaat. Een beetje tomaat, een stukje, een beetje katimoen. Dit is een champignon à la grec, dus dit is Grieks. Er zit heel veel oregano en rozijnen in. Hier zijn twee stokjes saté voor iedereen. Kikkererwtensalade met feta. Babi ananas, dus varkensvlees in een saus met ananas. En hier hebben we tzatziki. Tulor duakuntje, ei in een saus. Albondigas, dus Spaanse gehaktballetjes in een tomatensaus. Ik heb nog wat seroening gemaakt, atjar gemaakt. Hier staan nog sambals. En we hebben kroepoek gebakken. Pak daar een bord en loop zo om en geniet ervan. Nou, geweldig. Salam het makkelijk. Fantastisch. Beeldhouwers gewoon heel eenvoudig en ook zeker niet heel lang dat ze even zeggen wat zij willen zeggen over of een beeld of over het gewerkt hebben hier deze afgelopen week. Vrij snel was het gewoon een hele ruwige, weet je wel, een hele ruwe vorm en niets meer en niets minder. Mm-hmm. Ik had eigenlijk een abstract ding in mijn hoofd. Dit is toevallig de mannelijke gedeelte, mannen slapen altijd, dus die ook weer slapen. En dit is de vrouwelijke gedeelte, die is altijd wakker. Vrouwen zijn altijd wakker. Ja. Beperkingen opgelegd met deze, omdat ik heel erg op zoek wilde naar deze vorm. Nou, deze vorm ligt lekker in de hand. Deze ligt niet zo lekker in de hand, maar ik wilde hem graag groot, want hoe doe je dat? Nou, dat is een beetje een zoektocht geworden. Wel een hele fijne zoektocht. Op de manier zijn ding heeft kunnen laten doen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel. Ik heb een heerlijke zachte handen. Ja. Ja, en ook zo dapper, he? Helemaal wat voor lijsten en zo. Dat is ook nog een hoop werk, vaak een hoop discipline. Tijdens de besprekingen hebben we het erover gehad dat het eigenlijk wel mooi zou zijn als er een gedicht bij was. Dus ik heb Marten even gevraagd of ze een gedichtje wilde maken met de betekenis die voor mij erin zit. Ruwe vormen, strakke huid, onbewust bedoeld voor iets groters. Je beweegt van binnenuit, een weg onderscheidt zich. Het pad vormt en jij loopt. In de duisternis zoek je, maar je kan niet vinden. Het grote contrast tussen stroef en glad, tussen blijdschap en verdriet. Als je bijna verdwaald bent, ontdek je bij jezelf
De opening naar de verbondenheid. De brug naar contact. Tussen jou en mij. Ik draai je om, zodat je de weg kan leiden voor iemand anders. Wow. Hey. Maar wel dit natuurlijk, hè? Dat is bijna standaard. Winter. Oh. Hey. Ik heb een berichtje binnen voor haar. Hey. Wat toevallig. Venus nu. We hebben voor jou een Twitter- en Instagram-account aangemaakt. En op Facebook heb je nu al 2024 volgers. Wow. Dat wordt zeker meer. Ik zou zeggen, blijf online. Ja, een iets wat brutaal, maar toch bijzonder werk. Jij bent in staat, en er kunnen niet zo heel veel mensen, om in die steen al precies te zien waar, hoe dat model eruit zou gehaald. Haald zou worden. En dat, ja, dat vond ik heel goed. Gewoon heel goed gewerkt. En dat voor de eerste keer, hè? Ja, eerste keer. Eerste keer, ja. Dus als iemand een bot wil doen.